am and, amazing that I made it so far. Thank you. Just 50, fantastic time here. Did you have an idea of the time you were shooting for before the race? My PB was 7.65, so I thought I had to do a 55 or something, so I was counting on that, but yeah, the laps went faster than I thought, so yeah, it's nice. Last thing for you, as we know that in earlier in your career, you had some trouble putting your nerves aside and got very nervous before races. How have you been able to kind of hone that and maybe make that into a positive now? My coach is also a big help for that. He always gives me love and said to me, you can do it. You always do it in training, so now you can also can do it. From all the media and of in ieder geval alle verwachtingen. Zo stil, man. Omdat toch wel mensen verwachten wel iets van je. Ja, check. Hij is mee. Van harte. Gisteren zei hij tegen mij dat je de druk een beetje voelde van al dat Nederlandse goud en al dat eremetaal wat er werd gewonnen. Ja. Was vandaag helemaal niks van te merken. Dat is voor de buitenwereld zo, maar ik was best wel zenuwachtig en ik voelde wel de druk, maar ik ben heel blij dat ik me er doorheen heb weten te slaan en dat het niet op mijn been is geslagen of zo en dat ik gewoon lekker heb rond kunnen rijden en dat het dit dan de uitkomst is, dat echt geweldig. Ja, hoe voelt dat? Ja, ik kan het nog niet heel erg. Het is nog niet tot mijn hoofd doorgedrongen. Dus hoe het voelt. Geweldig. Ja. Is dat iets wat je al eerder hebt? Kan je het ergens mee vergelijken met wat je hebt meegemaakt in je leven? Nou ja, bij het EK kwam het ook best wel onverwachts. Dat ik Europees kampioen werd op de 3 kilometer. En ik zit... Ja, en dat ik me plaats voor het Olympische Spelen, dat was ook eigenlijk dat ik hem niet kon geloven. Dus dat komt wel in dat rijtje, zeg maar. Het gaat gewoon een beetje door. Zo, maar vandaag schaat je alle toppers, schaat je er gewoon af? Ja, ik heb nog nooit echt tegen hen gereden. En nu de eerste keer en dan zo. Dat is geweldig. Je had al een pinnenverzameling. Nu kan je beginnen aan een Olympische medailleverzameling. Ja, dat wordt mijn volgende doel. Want mijn droom was altijd deelnemen aan de Olympische Spelen. Niet eens een plak of zo. En dat heb ik dit seizoen al gehaald. Dus ik zei al, ik moet nieuwe doelen stellen. Maar dat wordt een rijtje gaat dat dan worden. Neem je me mee, je pinnenverzameling, naar Medal Plaza morgen? Nee, ik denk het niet. Oké, nou, anders had ik er nog één voor je. Oh. Nou. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik wil hem wel op mijn tas, hoor. Eurosportpin. Dankjewel. Pyeongchang 2018. Ja. Jouw jaar. Dankjewel. Dankjewel. No.